Hallo daar mensen van DDG, ik ben Gerkeet en op DDG het is vandaag donderdag of een andere dag, ik weet niet wanneer jij dit kijkt. In ieder geval mensen van Dus David Games, voordat de video start wil ik eerst aan jullie vragen of jullie even het venster klein maken of als het duimpje omhoog gaan klikken en dan gaan wij beginnen. In deze aflevering is het idee dat wij de gym gaan doen. Of tenminste, ik de gym ga doen en jullie mee gaan kijken. Of, dan wil je ook schreeuwen, laten we zeggen. Laten we zeggen, naar de computer zit je zo van... Doe bubble! Doe bubble! Zit ik, nou, ik doe even quick attack. Doe quick attack! Yes, ik had het gezegd, weet je wel. Oh. Oké, zoiets. In ieder geval, ik ga ervan uit dat dit de gym is. Het ziet er gym-like uit. Denk ik. Sorry, ik heb het helemaal mis. Is dit de gym? I was close. Het is een school. En ik ben allergisch voor school... Oké. Oudoe. Dit was dus niet in de gym. Ik had het kunnen weten door het bordje te lezen. Met een like to live on the edge. Hey, dat ziet er meer uit als een gym. Hallo. Hey stranger, isn't cruising around town on your roller skates the best thing ever? Wait, do you mean to tell me that you don't even have a pair of roller skates? Then how about this? If you beat me in a Pokemon battle, I'll give you a pair. I can never say no to a contest, not me, so how about it? Do you wanna battle? Nou, die rollerschaatsjes zien er wel verrekt en mooi uit. We gaan even vechten. Whether it's Pokemon or roller skates, speed is important. Speed weet je wel van de... speed. Rinka met haar Zigzagoon. Echt de meest lame Pokémon zet je dan gelijk in. Van, ik moet een kut Pokémon hebben. Welke gaan we nemen? Oh, kijk, ik heb een Zigzagoon. Nou, hier, klaar. Dus dan gewoon lekker bubbel. Die doet niet heel veel nog. Puur omdat die doet wel veel. Waarom doet dit wel veel? I don't even know. Dat is zo van E-deck. I don't even know. Oké, het doet gewoon veel. Maar op een of andere manier wat heel tof is hier weer aan, is dat... Bubble doet schijnbaar heel veel. Ik zit er van, hey, ik had niet verwacht dat het zoveel deed. Maar in ieder geval, we hebben wel gratis rollerskates gewonnen. We hebben niet eens één damage gekregen. Maar we hebben wel gratis rollerskates. En daar doen we het voor. You wrapped up the battle before I could reach my top speed. Zigzagoon heeft geen top speed, mevrouw. Zigzagoon is een beetje een zwakke Pokémon. Wow, that was amazing. You might even be stronger than a gym leader. Ik zet pas net een uur in Pokémon en ik ben nou al sterker dan hun gymleader. Nou, dan moet het wel een luie gymleader zijn, hè? Alright, here you go. One spiffy pair of roller skates, just as a promise. We hebben de roller skates! Yay! Hoe werkt het? Listen up, I'll read you the instructions for a new pair of roller skates. Oké, blablabla. Circle pad, iets met circle pad. Oh, cool. Dat is echt tof. Wacht even, even kijken. Oké, dat is wel goed. In ieder geval, is het de gymleader gelijk? Staat ze zo voor gymleaders huis? Is het de gymleader? Een standbeeld, een soort van dildo beeld. Maar ja, gymleader, cool. Maar ik wil eerst eigenlijk een andere Pokémon vangen. Het kan heel stom klinken. Maar voordat ik hier verder wil, wil ik eerst een nieuwe Pokémon. Oh, dit is een cool nummer. Oké. I learned all of my Pokemon battle techniques from Viola, the gym leader. Oh, de gym leader heet dus Viola. Zijn we net achtergekomen. Oké, Rising Star Lewis met haar mooie vest. En ze heeft een Psyduck. Oh, dat is wel cool, hè, een Psyduck. Psyduck! Psyduck! Zoiets. Ik kan de stem niet echt nadoen. Het is like... En de serie heeft hier echt een hele coole stem. Like gewoon... Psyduck! En ja, om het dan na te gaan doen is niet echt heel goed. Want, ja, het is gewoon moeilijk om het na te doen. De stem van Psyduck. Het is like... Psy! Ja, dat was op zich wel oké. Maar ik heb nou een headset op, dus ik hoor mezelf anders. Dat is het probleem. Dus als ik dan mijn headset op heb en... Psy! Zeg, dan is het zo... Oh, what the fuck zeg je, Kate? En als ik hem, laat me zeggen, eraf heb en dan... Nog een keer... Psy! Zeg, dan is het, laat me zeggen, klinkt het wat beter. En ja, Kikker is al level 12. Misschien gaat hij wel evolueren, maar waarschijnlijk niet. En Litleo, dat is een vuur-Pokémon, dat weet ik. Denk ik, mogelijk. Ik weet het niet. Maar het is een Pokémon. Dat heb ik goed, weet je wel. Het is sowieso een Pokémon. Oké, dus we doen gewoon bubbel dan. En dan is het eventjes hopen. Hopen. Die is dood. Hoe? Het is fucking super effective. Hij doet leer en het is niet dood. Hoe kan dit niet dood zijn? Nou, Kees, schijnbaar was je aanval niet goed. Godverdomme.
Waarom begon het weer mijn aanvallen? Waarom niet zijn aanvallen? Zijn aanvallen waren ook niet heel goed hoor. Nou, inderdaad, het klopt. Zijn aanvallen zijn ook niet heel goed. Maar ik krijg wel XP. Echt best wel veel. Wow, you might even be stronger than Viola. Ja, dat zegt iedereen. Maar wie de fuck is Viola? Ik ken wel een bloemetje dat een Viola heet. Maar ik denk niet dat we het over een bloemetje hebben. Gok ik dan maar zo. Dan ging het, laten we zeggen, een klein beetje van uit. Dat we niet over een bloem hadden. Maar wie weet, misschien hebben we het wel over een bloem. Kom je uiteindelijk bij de gym nu? Oh, een panda! En dan staat er opeens een bloemetje. Hi, bloem. Zo, dat is het dan. Bunnelbier, dat is ook zo'n nieuwe Pokémon. Wat ik heel erg tof vind trouwens aan deze games. Dat ik, dus laat me zeggen, even wat serieuzer tussendoor. Dat mag ook wel eens, hè. Het toffe aan de games is dat ze heel veel gebruik maken van oude Pokémon. En daar hou ik echt heel erg van. Jij wilt vechten. Come on, Goldeen. Let's show him what we're made of. En dan zit die Goldeen. Nou, ik ben eigenlijk gemaakt van botten. En vlees. En een klein beetje huid. En jij ook, denk ik dan, zomaar. En ik heb ook nog een coole horen. Want je weet, in fucking Brazilië worden die horens van Goldeen verkocht. En het is niet goed, want zo daardoor sterft de Goldeen uit. En ik zit zo van, ja, sterft uit, Goldeen! En al die mensen van in de Pokémon-bescherming zitten zo van, nee, Goldeen, je mag niet dood, want het is slecht voor Goldeen, het is slecht voor de wereld, want hoe minder Goldeen we hebben, hoe slechter het dan met ons gaat. Ik zit zo van, ja, maak ze dood! Ze kan hatsen! Ik heb er niet zo op Goldeen. Dat had je misschien door aan de vorige zin waarin ik zei, ik haat ze. Ik haat echt Goldeen. Ik vind zo'n domme Pokémon. Wie wil er nou een Goldeen? Ah, oh, je hebt de keuze tussen koele water Pokémon. Je kan Octillery en Octillery en Mantine en Octillery en Meryl. En dan zijn er mensen die dan zeggen, hey, ik pak wel Goldeen, want die ziet er heel cool uit. Oh ja, wacht. Ik had wel beloofd dat dit de part zou zijn waarin we de gym zouden doen. Dus het is heel lullig als ik dan zeg, oh, ik kan toch niet de gym doen. Ja, laat me zeggen, er gaan minder mensen kijken. En ik weet wel dat heel veel mensen blijven kijken, want het altijd leuk is als meer mensen kijken. Kijk, dus laat me zeggen, voor jullie is het misschien leuk om dit te kijken. Maar voor mij is het leuk dat jullie kijken. Dus het is like zo'n two-way trade. Ik vind het leuk dat jullie kijken, jullie vinden het leuk om te kijken. Is dat het plan, dat je niet geforceerd wordt? Misschien dat iemand je wel forceert te kijken van, je gaat nou op deze stoel zitten. En dan binden ze zo je armen vast en, nee, ik wil niet kijken, nee. En dan moet je toch verplicht kijken. Dat lijkt me niet heel fijn. Maar het kan gebeuren. Ik zie het niet zo snel gebeuren. Misschien echt een hele grote fan van mij. Kees, heb je fans? Ja, die heb ik, denk ik. Ik weet het niet. We gaan in ieder geval naar de gym binnen. Op onze rollerschaatsen. En, de Santaloon City Gym. Oh, kijk, dat is toch even prachtig zijn. Oh, wat een mooie kunst er allemaal. Oh, prachtig dit. Kijk, dit is een eeuwenoude schilderij van, ja, weet ik wie. Vincent van Gogh allemaal. Allemaal van Vincent van Gogh. Van Vincent Dutch Durhams. Allemaal van Vincent de Dutch Durhams. Oh, die schilderij is weer van Vincent. Oh, we zijn in de gym. Wat is dit? Oh, nee, dit is de... Ik haat deze gym. Dit is volgens mij de Burg... type ding gym. En ik haat sowieso bugs. En ik haat al helemaal de bug type. Omdat ik het echt een onzin type vind. Omdat het fucking insecten zijn. En ja, dat is mijn Pokémon niet super effectief op. Dus het is gewoon huilen dit voor mij. Het is gewoon echt, als ik zou kunnen huilen, laat me zeggen, dan zou ik nou wel huilen. Dan heb je een klein kind met zijn mooie blauwe vest. Ja, ik hoor erbij, want ik heb een blauwe vest. Ja, ik weet het. Iedereen met een blauwe vest hoort er tegenwoordig bij. Ik heb ook een soort van blauwe vest, maar niet het coole blauw. In ieder geval, hey! Are you a challenger? Come on, show me your Pokémon. Het is goed, man. Ik laat jullie wel even zien. Ik heb er maar eentje en ik ben een beetje verlegen. Jongster David. Hey, dat is David met zijn Ladyba. Oh, kijk, er is een prachtige Ladyba hebben. Hij vliegt ook nog. Maar ik heb een kikker. En kikker is al leuk. Ik ben een kikker. Ja, daar heb je niks van terug, hè? Die Ladyba zit zo. Ik vlieg. En dus ik van, verdomme de Ladyba, ik wil ook kunnen vliegen. In ieder geval, die Ladyba is niet heel sterk natuurlijk. Het is een Ladyba. Wat verwacht je? Kijk naar de ogen. Van Ladyba. Dan denk je nou niet van, goh, dat zou toch wel een hele sterke Pokémon zijn. Dan denk je, jammer. Ik jammer gewoon. En dat is ook gewoon heel jammer. Dat is Ladyba. Like, die ogen die zeggen gewoon al genoeg. Maar de evaluatie, Led Jan of zo. Iets met Jan. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet serieus niet hoe de evaluatie van Ladyba heet. Het is niet dat ik zit van, ik wil grappig doen en zeggen dat ik het niet weet. Maar ik weet het echt niet. Het is Medijam. I don't know. Zet het in de comments als je weet hoe de fuck de evaluatie heet van Ladyba. Nee, doe het niet. Nee. Oké, wat we dan nou doen is gewoon quick attack en we maken het af. Maar zet in ieder geval in de comments als je weet hoe de evaluatie van Ladyba heet. Ik weet het echt niet. En ik weet heel veel Pokémon namen, maar die van Ladyba, I don't even know.
Idak. You get to see all kinds of Pokémon by hanging out in a gym. Dat is waar. Dat lijkt me wel cool om in een gym te zijn. Maar dan wel een latere gym. Dan zie je echt hele coole Pokémon, lijkt mij. En ook heel veel dezelfde. Echt heel veel dezelfde. Maar like, als iedereen nou een starter zou hebben, dan zou je alleen maar starters zien. Dat zou ook niet leuk zijn. Ik kies! Kijk, als er nou één Pokémon is die heel populair is in een tijdje, dan zie je die alleen maar en denk je, oh nee, niet weer die. Maar ja, even zien. Oh, we zijn dan weer in het midden. Dat was niet de bedoeling. Oh wacht, we kunnen in een rondje lopen, toch? Volgens mij kunnen we hier een rondje lopen. Ja! Ja, ja, kunnen we hier naartoe. En dan kunnen we met deze meneer hier vechten. Hallo meneer hier, met zijn mooie blauwe vest. Ik heb een blauwe vest, dus is echt cool. Ik heb geen blauwe vest, dus ik ben niet cool. Ik hoor er niet bij, ik hoor er weer niet bij. Do you have any idea how quickly bug Pokémon evolve? Snel. Denk ik. Ik weet het niet. Spewpa, what the fuck is dat? Spewpa. Wat? Wat? Oké. Ik wil het niet zeggen hoor, maar als ouders meeluisteren, dan moet je maar even snel wat zachter zetten, maar het lijkt een beetje op sperma. Ja, ik wil het maar zeggen. Ik bedoel, we weten het allemaal en het moet gezegd worden, oké? Het lijkt op sperma en de Pokémon zelf lijkt ook op een kwakje. En voor de mensen die denken, oh, Kees, wat is nou een sperma? Laat maar dan. We snappen elkaar al, denk ik. Niet het plan dat je het gaat opzoeken en dan je ouders vertelt. Dan kan ik allemaal boze mails krijgen van ouders die zeggen, ja, mijn zoontje ging dus, ik zat met mijn zoontje mee te kijken. En toen zag ik hem opeens sperma opzoeken. En dan dacht ik van, oh, nou dat is niet mijn schuld. En dan zegt hij, ja, maar mijn zoontje zei dat Gichkees, die ene die Pokémon speelt op DDG, dat die de aanleiding was. En toen dacht ik, oh, cool, dat wist ik niet. Oh, nog iemand die wil vechten? Such weak prey, you've been caught up right in my spiderweb. Nou, dan zullen wij nog wel eens zien hoe ik gekaart ben in jouw spiderweb. Of bedoel je jouw andere spiderweb, Charlotte? Charlotte de spin, snap je hem? Hey. Of heb ik het nou verkeerd, of is dat geen film? Dat was toch een spin genaamd Charlotte, dat was toch een film? Of ja, ik weet het niet hoor, het is echt heel lang geleden. Ik ben ook ooit kind geweest, weet je wel. En ja... Toen was er volgens mij, naar mijn mening, of naar mijn inzicht, was er een film en ging over Charlotte de Spin. Maar dat weet ik niet zeker meer. Dus, ananassen met kroketfilet. Denk daar maar eens over na. Zet ook even in de comments of dat een film was. Charlotte de Spin. Het klinkt als een film. Ik zou er niet naartoe gaan, maar het klinkt wel als een film. Hey, wat een puls. Woehoe. Een aanval, is dat een... Physical? Nope, het is een special. Maar die doen we over Bubble. Bubble is niet zo heel goed. Bubble is like... En dit is like... Yeah. En je hebt nog een Pokémon met de Combi. Dat is die bij-Pokémon. Combi vind ik wel cool. Combi is echt gewoon zo'n Pokémon. Daar kijk je naar. Het is een fucking bij. En die zijn cool. Bijen zijn cool. Tenminste in Pokémon. In real life vind ik het wat minder. Maar een bij is wel cool. En Combi doet dan Gust. Combi was volgens mij een Burk en Flying type Pokémon. Dat vond ik altijd wel cool. Ik vind heel veel dingen cooler. Echt, qua Pokémon. Ik heb heel vaak over heel veel games te zeiken. Echt dat ik echt zo te zeggen. Oh, dit is dood. Maar Pokémon kan bij mij echt moeilijk fout gaan. Kijk, als je er wat van die coole oude Pokémon's aan doet. Die ik allemaal ken. Vind ik eigenlijk allemaal goed. Ah, no fair. My map was not strong enough to keep you. Ja, inderdaad. You are too strong for you, baby. En dan staan we hier. Bij de gymleader. Maar, Kees. Je gaat toch deze aflevering ook de gymleader doen? Dat had je toch beloofd? Nee, ik zou de gym gaan doen, maar nog niet de gymleader. Ze heeft de camera op mij gericht van woe, YouTube. In ieder geval mensen van DDG, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Wat ik heel fijn zou vinden, echt heel fijn. Zoals jullie even een duimpje omhoog doen. Altijd helpt het, een reactie plaatsen. Delen met je vrienden vind ik ook altijd heel fijn. Je hebt trouwens een tapje onder dat heet delen. En dan kan je het met iedereen delen. En dat is echt heel fijn dat je dat doet. Gewoon heel tof voor de serie. Voor iedereen. En wat ik ook heel tof zou vinden is als je even mijn kanaal zou checken. Staat hieronder in de beschrijving. Is niet moeilijk. Als je ook Pokémon video's wil. Nintendo related content. Minecraft. Noem maar op. Check mijn kanaal. En als je het cool vindt, abonneer. Hey mensen van DDG. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik check jullie later. Later gasten.